Het was een spannende finale van de Australian Open, een van de belangrijkste tennistoernooien ter wereld. Diede de Groot speelt tegen een van haar grootste concurrenten, waar ze eerder wel eens van verloor. Het ging echt op en neer. Ik stond voor, ik stond achter. Dus ja, het was echt heel spannend. Diede de Groot is 24 jaar en komt uit Oudewater. Toen ze 7 jaar was, begon ze met tennissen. Dat doet ze in een rolstoel, omdat haar rechterbeen een stuk korter is dan haar linkerbeen. Maar als ze niet speelt, loopt ze het liefst met een prothese, een kunstbeen. Diede won al veel belangrijke tennistoernooien, ook in het dubbelspel, dus 2-2. Dat won ze deze keer ook op de Australian Open, samen met de Nederlandse Aniek van Koot. Ja, niet gek dus dat de Groot de beste van de wereld wordt genoemd. Een titel waar ze als kind al van droomde. Ik had al heel snel de droom dat ik echt heel erg goed wilde worden. Ik had ook een goed voorbeeld in Esther Vergeer. Zij was op dat moment de nummer 1 en ook Nederlandse. En ze kwam ook bij mij uit de buurt. En ja, dat maakte mij echt dat ik dacht, ik wil dat ook. Ik wil ook de beste worden. Nou, en dat is gelukt. Ze is het beste op dit toernooi en de beste van de wereld. En ze is nog niet klaar met dromen. De Groot wil namelijk ook een gouden medaille winnen bij de komende Paralympische Spelen in Japan. Ja, zeker. Dat is uiteindelijk het doel om daar in Tokio een gouden medaille vast te houden. Ja, en wie weet krijgt die medaille dan een plekje naast deze enorme beker.